Bij Scooter Elite worden jongeren bewust gemaakt van de risico's van asociaal gedrag in het verkeer. Met Scooter Elite willen we jongeren bewust maken van de gevaren op de scooter. Het is namelijk zo dat je op een scooter 5 keer zoveel kans hebt op een ongeluk vergelijking met de auto. Tijdens een rit op een real-life scootersimulator besturen de jongeren een scooter van een pizzacourier. Het is de bedoeling dat de pizza's op tijd afgeleverd worden, maar ze moeten het parcours uiteraard wel veilig afleggen. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hun snelheid en of ze wel stoppen voor het rode licht. Hiervoor krijgen zij punten en degene met de meeste punten, dus het veiligst gereden, wint. Na het ritje op de scooter wordt er met de jongeren nagepraat en worden ze bewust gemaakt van hun eventuele fouten. Ik denk dat het ritje op de scooter echt gewoon voor de leuk is en dat we ze daar ook mee trekken. Maar ik denk dat we ze echt bereiken door met ze te praten van hey, wat heb jij meegemaakt in het verkeer. En ook bij een theorietestje hebben we elke vraag weer een toelichting waar ik toch merk dat ze veel van leren. Ja.